Caroline Jeanet, de SPA, is nog altijd een linkse partij. Maar Vlaanderen wel blijkbaar een rechtse coalitie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wel, we zijn een federale regering aan het vormen. Hè. Dat dreigt men wel eens te vergeten. Wie een regering wil vormen, moet een meerderheid halen in het federale parlement. En wij als SPA zijn lid van de grootste politieke familie, van de socialistische familie. En als men dan toch naar Vlaanderen wil kijken, dan zitten wij in de Vlaamse regering met CD&V en N-VA. Wat hebben we daar gedaan? Bespaard. In 2011 is onze begroting in evenwicht. We zijn daar de enige regio na Beieren in Europa die daartoe in staat is. Maar bespaard op een sociale manier, onderwijs, de welzijnssector, die hebben zoveel mogelijk gespaard, omdat daar de noden, de sociale noden, zijn. Eigenlijk moeten we dezelfde oefening doen op het federale niveau. Eerst een meerderheid zoeken in de Kamer en dan sociaal investeren en besparen tegelijk. Ja, dus wat u eigenlijk zegt is wat de N-VA in Vlaanderen kan, dat kunnen ze eigenlijk ook wel in België. Wel, moesten ze daartoe de politieke moed hebben, dan zouden ze dat waarschijnlijk in België kunnen. En ze hebben daar ook de stemmen voor gekregen, dus ze zouden het kunnen. Maar vooral, ze moeten het. Want ik vind het onverantwoordelijk dat je 11 maanden na de verkiezingen eigenlijk nog altijd liever stratego speelt en over wie met wie spreekt. En dat wijzigt ook elke dag, eerder dan nu eens op de inhoud te discussiëren over de hervormingen die we nodig hebben. Ja. U zegt, we zijn lid van de grootste politieke familie, de socialistische familie. Is dat niet een beetje een opportunistisch argument? U hebt de voorbije jaren oppositie gevoerd, ook tegen de PS. Het is een beetje aan de tijd du client, hoe het u uitkomt, hoe u tegen die zusterpartij aankijkt. Ja, wij zijn een onafhankelijke partij. Hè. Elio Di Rupo is de enige kandidaat premier op dit moment in dit land. Hij is ook formateur. Hij zegt, ik wil premier worden als ik effectief gesteund ben door mijn geestesgenoten in Noord en Zuid. Wij zeggen dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, maar niet ten koste van alles. In een regering zitten is geen doel op zich in de politiek. Je wil dingen veranderen en dat kan best in een regering. Maar de voorbije 4 jaar ondertussen zitten wij federaal in de oppositie. En ik ben daar nog altijd trots op. Dat we niet in die sukkelregering van Leterme gestapt zijn. Een regering zonder project, zonder programma, zonder staatshervorming en zonder sociaal-economische hervormingen. Dus SPA kiest op inhoud. En niet op partners en niet op partijen. CD&V zegt bij monden van Hendrik Bogaert, als SPA in die coalitie komt, dan zullen zij de standpunten van de PS milderen. Is dat zo? Wel, wij zijn een moderne sociaal-democratische partij. Ik merk dat ook op het Europese niveau, als we in vergaderingen zitten, dat wij veel opener, progressiever, moderner misschien, dan onze Franstalige geestesgenoten zijn. Maar we zijn wel familie. We zijn een sociale partij. We zijn niet anti-Belgisch. We willen dit land overeind houden, maar verbouwen. En we zijn een Vlaamse partij. Dus ook met CD&V, VLD, met N-VA hebben we raakpunten. Dus eigenlijk zijn wij wel een brugpartij. Ik weet dat dat in zeer gemediatiseerde en populistische tijden misschien niet zo handig is om je te profileren, maar het is wel handig om een kat te zijn die muizen vangt en dat is wat we willen doen. Ja, maar als u N-VA de nieuwe Vlaamse arrogantie noemt, is niet echt een brugfunctie. Nee, ik vind dat er de voorbije maanden toch wel bij momenten heel vreemd aan politiek is gedaan, hè. Je hebt nog nooit een compromis gemaakt door de overkant te beledigen. En ik vind wat iemand zoals Fik van Aals doet, de overkant echt beledigen, bijna op het racistische af, dat niet goed is voor de politiek. Ik vind ook, als één partij spreekt in naam van alle Vlaamse partijen en dat evident vindt, dan vind ik dat arrogant. En de rechterzijde, en dat is nog wel meer dan N-VA in Vlaanderen, we hebben ook het Vlaams Belang, we hebben LDD, ik vind dat die het nogal gratuit zeggen van wij spreken namens 80% van de Vlamingen en dus namens iedereen. Dat is geen gezonde omgeving in een democratie. Ik heb respect voor ieders overtuiging. Ik heb respect voor ieders mening. En ik wil ook met iedereen in dialoog zijn op een constructieve manier. Want wat heb je vandaag eigenlijk in dit land?
Je hebt Franstaligen die in de loopgraven zitten, die eigenlijk zeggen van ja, die N-VA, wat wil die eigenlijk? Wat is het eindpunt? Ze willen onafhankelijkheid voor Vlaanderen, maar ze durven het niet zeggen. Daarom is het belangrijk dat we toch een kader kunnen afspreken waarbinnen dat we onderhandelen. Die N-VA wil dat niet doen. Die zegt, ja, maar wij gaan niet voor plan B. Die Franstaligen zijn daarover bezig. Wij gaan niet voor de onafhankelijkheid. Dat is voor de lange termijn. Zo werkt het natuurlijk niet. Daarom dat wij gezegd hebben, de Belgische Unie met 4 deelstaten, dat is een concreet concept, dat is ook een concept met een einddoel. En als je weet binnen welke contouren dat je onderhandelt, dan kan je ook stappen daar naartoe zetten. En dat ontbreekt vandaag nog altijd. En dat is eigenlijk van twee kanten arrogant en misschien zelfs contraproductief. Ja, Walter Pauli schreef vorige vrijdag in De Morgen dat, ja, Louis Tobak, je kan er veel van zeggen, maar hij kan nog debatten losweken en hij kan nog jonge mensen zelfs standpunten doen innemen. Is het ook niet toch dat wat N-VA doet? Wel ja, je moet natuurlijk debat hebben in een democratie. Ik herinner mij bij de verkiezingen dat wij een pensioenhervorming voorstelden en dat we ook zeiden van als we die hervorming doen, dan gaat iedereen die vandaag begint te werken €200 extra pensioen hebben als we sparen met z'n allen. Dat werd toen afgedaan als populistisch, onzinnig, dat was onbetaalbaar. Nee, als je hervormt, dan kan je gedurfde standpunten innemen. En dat is wat we moeten doen. Wat Louis gezegd heeft, is ja, de jonge mensen van vandaag, weten die eigenlijk nog wat ze willen? Ik denk dat dat een beetje aanmatigend is, hè, voor iemand van 70. De jonge generatie moet altijd zijn eigen weg vinden. En ik hoor al 100 jaar bij wijze van spreken dat de jeugd van tegenwoordig toch niet meer is wat het zou moeten zijn. Wel, de jonge generatie is geatomiseerd, zoals dat heet, is zeer mobiel, zit ook continu met alle overload van informatie op internet, op YouTube, op Facebook, op Twitter. En ik denk dat de jonge generatie een generatie is die veel minder partijpolitiek is, maar wel zeer geëngageerd en veel minder dogmatisch. En in die zin is het aan progressieve vandaag, ook aan progressieve politici, zelfs als ze partijvoorzitter zijn, misschien wel het moment om na te denken over hoe moet die politiek zich in de toekomst organiseren? Want ik ben het op heel veel vlakken eens met iemand als Wouter van Bezien. Ik ben het op ongeveer alles eens met de boodschappen van het ACW op Rerum Novarum. Ik ben met sommige sociale liberalen, we besturen ook met liberalen in Mechelen, op heel veel vlakken akkoord. Misschien moeten we toch nog maar eens dat idee via de jeugd van wat zijn de uitdagingen van vandaag, wat is progressief versus conservatief, misschien moeten we dat gesprek nog maar eens aangaan. Ja. Al dat gekissenbis op federaal niveau, wat is er van de impact volgens u op de werking van de Vlaamse regering? Ik denk dat dat eerder klein is, de impact op de Vlaamse regering. De Vlaamse regering moet vooral zelf haar huishouden op orde zetten. En de Vlaamse regering is volgens mij op papier een goede regering, maar is niet altijd even collegiaal. En een regering heeft een trekker nodig, een minister-president met een project. En het project van de regering is enerzijds Vlaanderen in actie, maar dat moeten we concreet maken. Ik denk dat de meeste mensen dat nog altijd niet kennen en dat je daarom echt moet zeggen, wat zijn de uitdagingen als we onze economie willen laten groeien? 1. Onderzoek en ontwikkeling. Vandaar dat de regering beslist heeft €65 miljoen op jaarbasis bijsteken om die economie van de toekomst vorm te geven. Onderwijs, opleiding, dat is ook een belangrijk groeipad. Maar een rijke samenleving moet ook investeren in welzijn en moet dus haar oudere bevolking, haar mensen die gehandicapt zijn, jonge eenoudergezinnen die gaan werken, daar moet kinderopvang voor zijn, voor die moeders en die vaders. Dat zijn allemaal sociale investeringen. Het project van de Vlaamse regering moet wat mij betreft echt zijn jonge mensen kansen geven op een betere toekomst. Onderwijs en welzijn zijn daarvoor de sleutelsectoren. En de economie, die moet gevormd worden door ondernemers. En een overheid moet dat kader bewaken en stimuleren. En een regering mag nooit ruzie maken. Nee, dat is juist. Uw minister, Ingrid Lieten, een fameus verhaal van een derde kanaal. Ja, dat zegt de oppositie precies van, ja, laat die ondernemers dan media beheren. Dat moet de Vlaamse regering toch niet doen?
Wel, de Vlaamse regering of het Vlaamse parlement, want dat durven ze nog alles vergeten in de commissie media, is de hoofdaandeelhouder van de VRT, zelfs de enige aandeelhouder. En als je een gemeenschapsvoorziening, en eigenlijk is tv en radio en nieuwe media, is wat mij betreft een gemeenschapsvoorziening, als je die beheert, dan moet je dat doen op een manier dat iedereen kijkt en luistert en geïnteresseerd is. En jonge mensen vragen eigenlijk andere programma's of nieuwere programma's. Wil je meer aanbod genereren op de VRT, dan ga je dan niet allemaal op die twee zenders van vandaag kunnen proppen. En dan ga je dus een derde kanaal moeten creëren. En de inhoud, jongeren, andere doelgroepen, die ga je samen met de VRT moeten bepalen. Er is trouwens een resolutie gestemd in het Vlaams parlement die daarnaar verwijst. Ik vind het de taak van een minister om daar ook mee aan de slag te gaan in dialoog met die VRT. En in een medialandschap dat gelukkig in Vlaanderen alsmaar sterker wordt, ook alsmaar meer Vlaams verankerd is, met Woestijnvis die VT4 en 5TV overnemen, dat wordt interessant. Dat wordt een concurrentiële omgeving waar heel veel mogelijkheden zijn, maar waar ook, wat mij betreft, die publieke omroep moet ondersteund worden. En dat is altijd vreemd, want de politiek wordt dan de aandeelhouder van de VRT bekeken, dat is ook zo. Maar de politiek is zo breed, een verstrepen, een de Kaluwe, dat lijken wel lobbyisten van de private zenders en geen aandeelhouders van de publieke zender. Dus een minister moet zorgen dat er, met een ingewikkeld woord, een level playing field is waar alle mediaactoren kunnen groeien, kunnen bloeien. En de VRT moet daar een bepalende en een sterke rol in spelen. Ja, dat blijft een moeilijk communicatief verhaal. De VRT draait verlies, moet bezuinigen en zegt dan toch te kunnen een derde kanaal ontwikkelen. Bijna voor niks. Wel, een Frans spreekwoord zegt reculer pour mieux sauter. Als we als overheid zeggen, we moeten dat gat in de begroting dichten, die 17 miljard. Als we als Vlaamse regering zeggen, we gaan eerst besparen om dan beter te kunnen investeren, is het verhaal van de VRT hetzelfde. Er is een grote overheadkost, er wordt nog te veel geld, vloeit weg, niet naar programma's of programmamakers, maar in de structuur. Die moet soepeler, flexibeler en dan is er ruimte voor aanbod. Zo is dat in elke onderneming. Ik bezoek elke maandag een bedrijf en een herstructurering valt soms zwaar voor het personeel, voor de medewerkers die er al zijn, maar is soms nodig om de toekomst van het bedrijf te garanderen. Ja, u bezoekt elke maandag een onderneming. Wat veel mensen niet echt weten is dat u ook schepen bent van economie in Mechelen. U krijgt daar veel tijd in dat mandaat? Ja, absoluut. Ik doe meer dan een fulltime als ik alles optel. Maar schepen zijn is zeer motiverend, omdat je dan als politicus kan zien wat de resultaten van je werk zijn. Bijna dagelijks on the spot. Zo ben ik schepen van economie. En in de meeste gevallen is dat zo van, ja, we hebben industrieterreinen en daar zijn er grote bedrijven. En Mechelen is zeer goed gelegen. En we trekken ook alsmaar meer hoofdkwartieren aan. Spar komt nu naar Mechelen. Kraft is naar Mechelen gekomen. Grondmij. Ook Vlaamse administraties, zoals de lijn zit in Mechelen. Dus Mechelen is wel economisch zeer goed gelegen en daar moeten we in investeren. Anderzijds doet een schepen van economie veel met handel en horeca. En daar investeren we in. We proberen de binnenstad het grootste openluchtshoppingcentrum van Vlaanderen te maken. Echt met gerichte subsidies ook handel en horeca te promoten. Dat lukt zeer goed. Maar we hebben nog iets nieuws geïntroduceerd en dat is uniek in Europa. We hebben daarvoor 1,3 miljoen euro steun van EFRO, van de Europese Commissie, gekregen. En dat is een ondernemershuis. We hebben een hogeschool met 6000 studenten die heel veel creatieve professionele opleidingen heeft, van binnenhuisarchitect tot eventmanagement, tot marketing en organisatie. En wij als stad hebben gezegd, hier is u thuis. Kom hier investeren, veranker u hier in Mechelen. Wij betalen 3 jaar lang uw overheadkosten. We zorgen dat uw administratie makkelijker is, dat er onthaal is en dat dat een creatieve hotspot is in het centrum van de stad. Dus we zijn een zeer gemotiveerde stad, ook een ondernemende stad, een dynamische stad. En daar kan ik als schepen heel goed mijn steentje bijdragen. Ja. Dus op zich kan u moeilijk tegen een cumul zijn van mandaten, want eigenlijk is het ook wel leerrijk om te zien hoe je op lokaal niveau dingen kan doen, hoe je dat kan aftoetsen met wat eigenlijk federaal of regionaal wordt beslist. Ja, absoluut. Dus toen ik voorzitter was van de Jong Socialisten heb ik nog opiniestukken geschreven tegen de cumul.
Omdat je dan een eerlijker spreiding van mandaten hebt. En moest dat morgen in het parlement komen en daar is een draagvlak voor onder alle partijen, dan zal mijn partij dan nog altijd stemmen. Maar anderzijds kan ik uit mijn eigen praktijk alleen maar getuigen dat in de praktijk staan, ook met onderwijs werken als schepen, met jeugd, dat dat zoveel input geeft, zoveel ideeën ook, ook zoveel wereldwijsheid die je echt in de wedstrijd nodig hebt. Want soms lijkt de wedstrijd wel een ivoren toren en in een ivoren toren is het niet prettig te hoeven. Ja, dat is juist, want in de media staat weinig over uw werk in Mechelen, maar staat veel over uw toekomst en over het feit dat u in het najaar geen nieuw voorzittersmandaat zou ambiëren van de SPA. Is dat ook zo? Wel, het enige wat nu duidelijk is, is dat er in het najaar voorzittersverkiezingen zijn in de partij. Dus binnenkort gaan we die procedure wel opstarten. Maar het belangrijkste is, en dat heb ik ook gezegd toen ik voorzitter werd in moeilijke omstandigheden, voor mij primeert het team. En we gaan eens met een aantal mensen die in de partij belangrijk zijn, onze Vlaamse ministers, Johan van Lanotte, de fractieleiders, Bruno Tobak en John Crombie. We gaan in de vakanties rustig moeten samenzitten en kijken wie het best zou renderen op welke plek. En we gaan dat collegiaal doen. En dan gaan we zien wie er zich allemaal geroepen wordt om de partij te leiden. Het is een heel mooie job, het is wel een heel harde job. Het is een moeilijke job. Soms wordt er ook de man of de vrouw in dit geval gespeeld. Je moet er veel haar voor op je tanden hebben, ook een groot incasseringsvermogen. Maar ik zie eigenlijk hoe naïef ook de mensen en de gemeenschap te graag om mijn partij in de steek te laten, op welke manier dan ook. Ja, nochtans, u bent niet gespaard in de media, maar heeft u hard aangepakt de voorbije weken? Ja, ondertussen wordt dat bijna een sport voor sommige kranten bijvoorbeeld. Je mag dat eigenlijk niet aan je hart laten komen. Ik ben in de politiek gestapt met een groot hart, met veel idealisme, met het naïeve geloof om de wereld te verbeteren. En eigenlijk ben ik nog altijd diezelfde wereldverbeteraar van dag één. En het helpt als je veel steun krijgt van je eigen mensen, van mensen op straat, van mensen waar je iets kan voor doen als schepen. Vorige zondag hadden wij een ledendag in Paradise, zelfs over de taalgrens. En er waren 8000 socialisten en... Dus ja, 7000 fonds de Rijkswachtmaf. Ja, voilà, het waren 7800 inschrijvingen. Dus voilà, in orde van grootte was dat gewoon heel veel volk en een hele gezellige dag. En dan voel je dat je wel gesteund bent en dan is weer zo'n leuterartikel, zou ik bijna durven zeggen, weer snel vergeten. Maar dus is het niet naïef van te stellen, als je je hart moet afsluiten van die buitenwereld, kan je toch nog met je hart naar buiten komen? Ja, maar je moet je zeker niet afsluiten. Hè. Politiek speelt zich af tussen de mensen en daar voel ik mij het meest op mijn gemak. Dus ik kan ook wel kritiek incasseren als men dingen zegt die fout lopen, dan wil ik daar zeker naar luisteren en ook rekening mee houden. Maar eens dat je dingen beslist hebt en je hebt die in eer en geweten beslist, dan moet je daar ook naar handelen. En ik ben iemand die zelden achterom kijkt, maar altijd probeert vooruit te gaan. Als u in conclave gaat deze zomer, gaan er veel 70-jarigen bij zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die Roepo de oudste is en die is 60 zeker, ja. Oké, dan gaan we samen met u afwachten wat er uit de bus komt. Bedankt zeer graag. Voor uw analyse, Caroline Zinnig.